Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Nou, Larissa en ik hadden zin om weer een keertje een talkie video op te nemen waarin we wat dingen bespreken. We wilden namelijk het hebben over een aantal bespaar- en spaartips met jullie. Die misschien wel van pas komen aangezien we nu een beetje, we zitten gewoon volop in de zomer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij geven dan wat meer geld uit aan festivals, eten, leuke dingetjes doen buiten de deur. En ja, het leek ons gewoon een leuk onderwerp en ook wel passend, omdat we... een hele leuke DIY gaan proberen. Tijn en ik zijn de laatste tijd helemaal obsessed met van die prachtige bamboe accessoires en bijvoorbeeld ook een bamboe spiegeltje. En deze hebben soms nog best wel een flink prijskaartje, dus wij hadden iets van, kunnen wij dat goedkoper zelf maken? Ja. Dus dat gaan we ook in deze video doen. Yes. Dus ben je benieuwd naar alle tips en om te zien of je een spiegel zelf kan maken? Blijf dan vooral kijken. Of je een spiegel zelf kan maken. Ja, de DIY bamboe spiegel. Of die lukt. Ja, we gaan het gewoon proberen. Nou, wat heb je nodig voor deze DIY? Natuurlijk spiegeltjes. Deze had ik toevallig nog liggen. Maar je kan ook eventjes kijken of je kringloopwinkel ze misschien heeft liggen. En dan hebben we natuurlijk bamboe. Deze hebben we gescoord bij de Intratuin. En die waren echt een euro per bosje. Dus we hebben er 2 meegenomen. En we hopen dat het voldoende is. Verder gebruiken we ook een lijmpistool. Om de bamboe stokjes natuurlijk aan de spiegels vast te maken. En daarbij hebben we natuurlijk ook... lijm nodig. En dan hebben we hier een hele set met tangen. Want we moeten die bamboe verdelen in kleine stukjes. En we weten nog niet hoe we dat gaan aanpakken. Ook nog wat touwopties. Ja, dus dit van dat mooie touw. Dit is ook mooi touw. Dit is dunner touw. En ik heb ook dit nog eventjes gevonden. Dit zijn touwtjes met glazen... kraaltjes erop. Misschien geeft dat een beetje jeu aan je spiegel. Ik weet niet of we dit gaan gebruiken, maar ik dacht ik leg het voor zekerheid bij. Oké, nou zitten we dan. Allereerste waar we het over willen hebben is schrijf je uitgaves op. En dat is wel een hele leuke om mee te beginnen, want persoonlijk is dat iets waar ik begin dit jaar mee ben begonnen. Want ik kwam de hele tijd niet uit met mijn geld, ik ben heel eerlijk. En toen zei Tara tegen mij, schrijf nou eens even een keer op wat je nou echt uitgeeft. Ja, dus gewoon kijk naar de inkomsten, maar kijk ook vooral naar de uitgaven. Want daar zit vaak, daar kan je vaak iets vinden, een probleem, die je kan aanpassen. En dan weet je ook een beetje... waar je nou je geld aan kwijt bent elke keer. Daar ben je er wat bewuster van. Ja, en juist echt dat opschrijven, dat maakt het daardoor ook wat tastbaarder. En ik heb meerdere maanden opgeschreven, want ik kwam erachter dat er een aantal maanden bij zaten die... ja, dan was het weer in één keer super goed. En dan gingen de terrasuitgaven echt in één keer flink omhoog. Dus ik heb een stuk of 4 maanden uitgeschreven. En toen pas kon ik echt een soort van overeenkomsten zien van oké, dit is echt... een probleem uitgaven. Toen ik nog studeerde, toen heb ik dat ook gedaan. Omdat ik op een gegeven moment zoiets had van waar gaat mijn geld nou eigenlijk heen? En toen zag ik dus dat ik echt heel veel geld uitgaf aan eten op het station. En in de kantine op school. Toen heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt van ja, dat is echt zonde. Want het ging echt om heel veel geld dat daarheen ging. En het was nou niet per se dat ik daar veel gelukkiger van werd ofzo. Ja, dus we hebben de bamboestokjes eventjes uit elkaar gehaald. En dan is het nu de bedoeling dat we gaan kijken hoe lang we ze willen hebben. Ik denk omdat deze best wel lang zijn dat we ze zeker in 4 kunnen splitten. Dus dit is de helft en dan daar weer de helft. Dat is best wel nog een mooie lengte denk ik voor zo'n spiegeltje. Niet je vinger ertussen doen, hè? Oh, wat is die? Ah, oké. Pretty snippy. En dan doe ik deze nog een keer door de helft. Dat is toch best wel hard, hè? Oh, nee. Oh, nou, misschien moet ik een andere. Deze. Nou, nu weet je dus waar je uitgaven naartoe gaan. Dan kan je sommige uitgaven gewoon stoppen. Als je zoiets hebt van het is niet nodig. Dingen als uit eten gaan. Daar geef ik heel veel geld aan uit. Maar omdat het mij heel veel plezier geeft, zeg maar. Ben ik niet van plan om daar helemaal mee te gaan stoppen. Of om het gewoon heel erg te minimaliseren. Omdat ik echt wel, zeker wel, elke week minstens uit eten ga. Dan... vind ik het wel een goede oplossing om dan te kijken naar wat goedkopere restaurants. Maar dan gaan we weleens naar bijvoorbeeld de Spaghetteria. Dat is een tentje in Utrecht. En dan ben je met z'n tweeën misschien 25 euro kwijt. In plaats van 50 of 80 of nog meer. Dus je moet eigenlijk een beetje kijken naar waar kun je op besparen. Als het maar niet bespaart op je geluk of op je plezier. Auw.
Wat je ook kan doen is gewoon af en toe wat dingen zelf doen. Bijvoorbeeld naar de kapper gaan. Ik vind het heel erg fijn om gewoon af en toe mijn eigen laagjes een beetje bij te knippen. Of als je een pony hebt, dan kan je dat ook heel makkelijk zelf doen. Of misschien de puntjes. Alle kappers in de comments die worden nu helemaal gek, denk ik. Ja, maar ik denk echt niet dat je echt iets heel erg verpest als je gewoon een klein beetje de puntjes afknipt. Of een klein beetje wat stukjes die je misschien vervelend vindt. Nou, ondertussen hebben wij hier alle bamboe, niet alle trouwens, er liggen nog 4 stokjes. We hebben de meeste bamboe in stukjes geknipt. Dus die gaan we nu lijmen op de achterkant van deze spiegeltjes. Ja, ik zal even tussen het lijmpistool in de stopcontact doen. Ik zit nu zo denk dat we maar één lijmpistool hebben. Ja, dat is handig. Nou, als je mijn balkon makeover video hebt gezien, dan herken je deze DIY een beetje. Het enige verschil is dat we nu bamboe gebruiken. En we gaan eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde doen. Dus dat is aan de achterkant hier al deze stokjes plakken. En dan zo rondom, zodat je dus echt zo'n zonnetje krijgt. Nou, het volgende punt waar ik het over wil hebben is reisjes. We vinden het allemaal leuk om op vakantie te gaan. Maar we willen ook allemaal denk ik niet te veel betalen. En wat dan heel erg handig is om te doen, is om bijvoorbeeld een website te raadplegen zoals Skyscanner. Wat je dus ook kan doen is een alarm instellen. Dat je dus bijvoorbeeld een bepaald budget hebt voor een reisje. Die stel je dan in en op het moment dat er een ticket vrijkomt voor die prijs, krijg jij een heads-up zeg maar. Als er zo'n ticket beschikbaar is, zodat je niet continu elke dag op die website hoeft te kijken. En verder is het natuurlijk wel heel erg fijn en belangrijk om niet te last minute te gaan boeken. Als je gewoon wat verder van tevoren boekt, heb je vaak gewoon prijsjes die net iets aantrekkelijker zijn. En het zorgt er ook voor dat je gewoon de tijd hebt om te sparen voor dat reisje. Ja, en ik moet zeggen, ik ben dus zelf niet heel erg een ver vooruit planner. Daar hou ik echt totaal niet van. Maar de laatste tijd kan ik het wel af en toe gewoon goed waarderen. Want die voorpret voor een reisje of voor iets anders leuks wat je doet, dat draagt toch wel heel erg bij met het plezier dat je uiteindelijk ervan hebt. Als je iets al een tijd geleden hebt betaald, dan voel je de kosten van de uitgaven niet meer. Dan is het minder erg of zo. Ja. Nou, wat ik denk dat we allemaal wel eens in de zoveel tijd hebben, of misschien heb je het heel erg vaak, is dat je gewoon soms gewoon iets nieuws wilt. En wat dan heel erg fijn is, is dat je niet altijd iets nieuws in de winkel hoeft te kopen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon iets DIY'en of upcyclen. En misschien heb je thuis nog iets liggen, een kastje die je eigenlijk niet zo heel erg leuk vindt. En als je die gewoon een likje verf geeft of een ander knoopje of knopje erop draait, dan kan je hem gewoon weer wat meer een nieuw leven inbrengen of influisteren. Hoe je dat ook zegt. Dat je dan alsnog datzelfde gevoel krijgt wat je hebt als je iets nieuws hebt. Ja, want het hoeft niet per se nieuw te zijn, wil je er echt blij van worden. Dat is ook iets wat wij proberen te delen met jullie op dit kanaal. Dat is waarom we altijd DIY's deden en waarom we ook dingen aan het upcyclen zijn. Zoals die nieuwe look is gewoon belangrijk. Ja, er is dat bijvoorbeeld laatst een jurkje gemaakt van een overhemd. Ja. Maar als ik ook bijvoorbeeld kijk naar mijn woning, dan heb ik heel veel meubels eigenlijk zelf gemaakt. Zoals mijn eettafel. Ik heb de televisiekast zelf gemaakt. En mijn vader heeft een barcard gemaakt. En ik vind ook eigenlijk dat als je dingen zelf maakt of zelf een persoonlijke touch geeft of er iets mee doet, dan wordt dit al ineens wat specialer. Ja. En wat we trouwens laatst ook hebben gedaan is dat Serena, die had haar kledingkast uitgezocht. Serena is onze oudere zus. Ze had haar kledingkast uitgezocht. Spulletjes die ze niet meer droeg of die ze niet zo leuk meer vond of niet meer paste. Ze had het gewoon allemaal in een zak gedaan. En wij hebben lekker in die zak rondgekeken of er nog iets bij zat. En Tara en ik hebben nu weer gewoon nieuwe kledingstukken in onze kast liggen. Waar wij weer heel erg blij mee zijn. En dat is toch iets nieuws, maar tegelijkertijd is het ook niet iets nieuws, want het is van Serena geweest. Dus als je misschien ook vriendinnen hebt of nichtjes met een beetje dezelfde stijl of dezelfde maat, hoeft natuurlijk niet compleet hetzelfde te zijn, kan je gewoon heel gezellig een keer zo'n kledingswap middag of avond organiseren. En wie weet loop je wel weer met wat leukste eruit. Nou, en voordat je dus gaat DIY, check altijd eventjes thuis wat je hebt liggen voordat je allemaal van die benodigdheden gaat kopen. Die dingen die kosten sowieso heel veel geld. En wat Larissa en ik gewoon wel vaker hebben meegemaakt vroeger, is dat we dan iets haalden. Omdat we dachten, hier gaan we mee DIY'en. En dan vervolgens kwam het niet van pas. Ja, want dat heb ik nu in dit geval gedaan. Zeg maar deze kralen. Ik heb dit misschien 2 jaar geleden gekocht. Omdat ik dacht, oh leuk, ga ik een keer armbandjes mee maken of zo.
En dat heb ik dus nooit gedaan. En dus ik heb nu in mijn DIY-box gekeken. En toen dacht ik, hey, voor deze DIY is het misschien wel leuk om ze eindelijk een keer te gaan gebruiken. Ja, maar anders is het gewoon, zeg maar, het is niet per se geldverspilling of zo. Dat is niet wat we proberen te zeggen, maar het is wel gewoon van haal alleen wat je op dat moment kunt gebruiken. Nou, hetzelfde geldt ook heel erg voor je voorraadkast. Kijk altijd in je kast, in je huis, wat je hebt voordat je boodschappen gaat doen. En ik weet niet of dit een ding is van Indische families, maar bij ons, of tenminste bij onze ouders thuis, hadden we altijd een hele grote voorraadkast en die zat echt stampensvol met allemaal dingen. En dan werden de boodschappen gedaan en dan werden de dingen gehaald die al in die kast stonden. En dat is eigenlijk gewoon handig als een orkaan uitbreekt of iets dergelijks. Maar het is gewoon niet echt nodig. Dus weet je wel, ik kan je echt alleen maar op het hart drukken van koop alleen. Ook qua eten dus, wat je die week gaat eten. En maak het op en haal dan weer wat nieuws. Ik denk dat jullie vast ook wel in aanbiedingen kopen. Dus als je een aanbieding hebt bij de Kruidvat, ik zeg maar wat. En je kan er gelijk 5 tandpasta's kopen. Dat is natuurlijk helemaal prima en goed. Dan kan je zeker geld op besparen. Maar check dan inderdaad of je niet al 5 tandpasta's van de vorige aanbieding hebt liggen. Want ik merk wel vaak dat aanbiedingen wel heel erg regelmatig terugkomen. Dus, zeker, ja. Weet je wel, mis je een keer een aanbieding of sla een keer een aanbieding over. Het is niet het allerergste. Of als je dan in één keer 5 tandpasta's koopt, split dan met bijvoorbeeld je moeder of een vriendin of zoiets. Dat je gewoon ook nog de kosten kan splitten op die manier. Love it! Oh, en moet je natuurlijk niet vergeten om ook nog een soort van haakje aan de achterkant te maken straks. Ik heb zelf een beetje een combinatie gedaan van wat dikkere bamboestokjes en wat dunnere naast elkaar. Dus dat vind ik zelf heel erg leuk. En heel eerlijk heb ik sommige stokjes net iets te kort afgeknipt. Zoals je hier wel kan zien. Maar dat vind ik zelf wel heel erg leuk staan. Nou, als het gaat om sparen, dan vind ik het echt zeker wel een tip om echt een beetje te bepalen waar je nou voor gaat sparen. En dat echt als een doel te zien en die voor ogen te houden. Dat werkt gewoon heel motiverend. Marissa had bijvoorbeeld bij haar Chanel-tas dat ze die heel erg voor ogen had van die ga ik op een gegeven moment als ik geslaagd ben halen. Ik had het op een gegeven moment mijn reis naar Vietnam. Dat ik gewoon echt wist van ik ga er een maandje backpacken. En ik wil daar echt wat geld voor hebben. En ik wil als ik daar op bestemming ben, wil ik een beetje kunnen leven. Ja, vroeger heb ik in de horeca gewerkt. En toen kreeg ik heel veel cash monies. In de vorm van, zeg maar, fooi. Sorry, ik kom niet meer aan mijn woorden. En wat ik toen deed is, weet je kan het af en toe wel storten op je rekening. Maar wat ik op dat moment heel erg handig vond om te doen, was om dan die cash money te besteden in plaats van het geld op mijn rekening. Want op die manier kon ik beter sparen op mijn rekening en hield ik wat meer overzicht of zo. En wat ik dus ook deed, dan maakte ik kleine doelen voor mezelf in de zomer. Dat ik bijvoorbeeld in die zomervakantie naar de bioscoop wilde, legde ik daar geld alvast voor apart. Of dan legde ik geld apart voor een festival die ik graag wilde bezoeken of iets anders. Dus op het moment dat ik dan op mijn rekening keek en dacht, oh, wordt wel een beetje krap. Dan dacht ik weer van, oh ja, ik heb een speciaal spaarpotje gemaakt, speciaal voor dit soort leuke dingen. En dan lag het daar. Dus denk ik voor je eigen mindset ook wel heel erg fijn. En wat meer satisfying. Dat je gewoon eindelijk iets hebt van oké, nu krijg ik een treat. En niet dat je pas over een jaar sparen iets voor jezelf kan doen. Ja, dat kan ik best wel ontmoedigen. Bij de DIY zijn we nu aangekomen bij het gedeelte dat we hem een beetje gaan versieren. Althans, hoeft niet. Mag wel. We hebben hier van dat mooie touw dus. En het idee dat ik heb is om, hier zijn twee stokjes. Om het er dan een beetje zo doorheen te weven. Dit touw waarschijnlijk, dit bruine touw. En dan ook nog dit glittertouw. Zodat je zo'n kringeltje eromheen hebt. Volgens mij is dat heel erg cool. Ik ben op dit moment echt even alles weer aan het destroyen. Want ik vond dat ik er te veel stokjes in had gedaan. Het werd een beetje druk. Dus nu ben ik eigenlijk weer stokken eruit aan het trekken. Weet je wel, DIY gaat bij mij ook niet altijd helemaal soepel. En nu merk ik dat ik een beetje in een gevecht met mezelf kom. Van waar ben je nou mee bezig? Ik ben anders wel behoorlijk in een gevecht met deze twee touwtjes die ik niet meer uit elkaar krijg. Hoe dan? Ik weet niet. Ik ben echt een seconde bezig met de touw en het zit in de knoop alsof het al 5 jaar in de kast lag. Kijk dan. Het wordt echt alleen maar erger. Kan je alsjeblieft... Ja, wacht. Sarah, waarom zit ik hier dan ook alweer in de knoop? Ik weet het niet. Hoe kan dit nou, Liz? Laat jij gaat er. Hoe kan dit?
Nou, waar ik zelf achter kwam toen ik dus al mijn uitgaven aan het opschrijven was, is dat mijn vriend en ik veel te vaak boodschappen deden. Dat was gewoon bijna elke dag. En als je dan elke dag zo'n 15 euro uitgeeft aan boodschappen, dan kom je echt op een flink bedrag. En daarvoor was het voor ons ook wel makkelijker om dan 1 of misschien 2 dagen in de week uit te kiezen om dan boodschappen te doen. En dus gewoon niet meer elke dag. Ook hebben we voor besloten om gewoon wat goedkopere boodschappen te doen. En ja, naar andere supermarkten te gaan om daar ook een beetje rond te kijken van goh, kunnen we voor dit bedrag hier onze boodschapjes doen? Nou, ik vind het heel fijn dus om inderdaad bij een Turkse supermarkt te kopen. Ook omdat er gewoon minder plastic afval bij wordt gemaakt. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan de app Picnic, dan vind ik die niet alleen handig omdat de boodschappen bij je thuis worden bezorgd. Gisteren maar ook ik vind het... Vanavond bij mij. Een paar boodschappen, niet alles. Bij Picnic is het zeg maar een app en dan ga je boodschappen doen. En dan zie je al op de eindstreep hoeveel dat gaat kosten. Ja. Terwijl elke keer als ik gewoon naar de supermarkt ga, dan geef ik datzelfde bedrag uit. Terwijl ik dan maar voor 2 dagen eten koop. Vorige keer was ik 40 euro kwijt. Maar dat komt echt puur omdat je in de supermarkt wordt je verleid door allemaal dingen. En dan ga je heel veel andere dingen erbij kopen. Terwijl... als ik het via de app doe thuis, dan heb ik die verleiding niet. En dan kan ik een beetje in de gaten houden van... hou ik het een beetje binnen de perken of niet? Nou, het stellen van een budgetcard is gewoon in je dagelijks leven toepassen. Maar ook zeker als je dus op reis gaat bijvoorbeeld. Of stel je gaat een maandje weg. En je wil weten van hoeveel geld moet ik nou sparen voor die maand. Dan moet je een beetje kunnen bepalen van oké. Dit worden waarschijnlijk mijn uitgaven. Dus dit wordt mijn budget die ik per dag ga uitgeven. En op die manier kom je er dan achter hoeveel je moet sparen. Maar heb je dus ook echt een budget voor jezelf gesteld. Dus elke dag op reis hou jij een beetje in je achterhoofd van... hey, ik moet nog zoveel dagen. Ik kan niet zoveel besteden. Ik kan het op max zoveel per dag houden. Mocht dat nodig zijn, dan is dat wel heel erg handig. Zo, nou dit zijn onze gemaakte creaties. Ik moet zeggen dat ik ze allebei er echt... fantastisch uit vindt zien. Ja, en ze lijken ook heel erg op elkaar. Ja, en het allermooiste is denk ik wel het prijskaartje, want... ja, we zijn denk ik maar zo'n 2 euro per spiegel aan kosten kwijt geweest. Misschien zelfs minder, want het waren vooral de bamboestokjes die dus wat geld kosten. Die spiegel die hadden we dus al thuis liggen, eigenlijk alles, behalve dus die bamboesticks. Ja. Dus ja, waar hou je dit nou zo goedkoop? Wij weten het niet. En dan maakt het alsnog niet uit, want ik ben heel erg blij met deze... creatie, want hij heeft veel meer waarde nu gekregen omdat we hem zelf hebben gemaakt. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze DIY/spaar- en bespaartips video. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Geef deze video in ieder geval een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog steeds geen abonnee bent. Volg ons ook zeker op Instagram. Larissa heet @LarissaVerbon. Ik heet @TaraVerbon. Om een beetje up-to-date te blijven, we storyen best wel... Best wel veel. Regelmatig. Ja. En zien we jullie heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.